gaat ze een klein beetje al voordoen voor speciale gasten. Ze hebben soms hier in Nederland geen idee van hoeveel zij in het buitenland spelen en wat voor gigantische successen ze daar hebben. We komen hier vandaag om de kandidaten wat bij te brengen, hopelijk over performance, zodat ze dat mee kunnen nemen straks in de live show. Er zit zoveel energie en power in, en dit geeft niet zoveel energie. Ze hadden een goede tip, en dat weet ik ook eigenlijk wel, dat ik een soort van lichaamshouding, misschien wel bouw heb, dat ik de neiging heb een beetje voorover te buigen. Als hij het weet af te maken op de juiste manier, dan gaat het helemaal goed komen. Ja, bijna het hele nummer, je ogen een beetje half dicht. Maar als je meer daar misschien op die belevingen gaat letten, dat dat in jouw ogen te lezen is, dat we dat in jouw ogen kunnen zien, hoe beter het overkomt, gewoon hoe meer impact het maakt. Wat bij Rodney vooral een aandachtspunt is, is dat hij meer met zijn gezicht moet gaan spelen. En dat hij vooral zijn echte emotie toont, want hij is vrijgesloten. De tips die ze me hebben meegegeven, die neem ik zeker mee naar de live shows. Voor Laura geldt echt, wat wil ze uitstralen? Wat doet ze? En dat niet puur aan het moment en aan het toeval overlaat. Ik ga meteen straks voor de spiegel mijn podiumpresentatie oefenen. Echt een ongelooflijk hoog niveau. Het is hoe ze kunnen zingen en performen. Oh, het is echt, wauw. Nu alleen nog de puntjes op de i. Dan zijn ze er. Hartstikke bedankt. Heel graag. Heel graag.